welkom, broeders en zusters. Geweldig om zo bij elkaar te komen. Maar er is net aangehaald dat ik mag zegenen met het woord van de Heer. Maar ik kan niks, maar de Heer kan alles. Maar de Heer moet het ook in mijn hart geven. En daarom wil ik u bemoedigen uit Gods woord. Maar ik ben al zo bemoedigd door uw getuigenissen. Dat we een levende God dienen. Een God van wonderen en tekenen. En die zullen de gelovigen volgen. En de bewijzen hebben we net gehoord van broeder en zus die getuigd hebben van uitredding van onze Heer en Heiland. En want die staan geweldig als je dat ook over mag spreken. Maar je mag ook weten, hij zal je nooit laten vallen. Maar ik heb tegen deze prediking heb ik een apart thema op mijn hart gekregen. En het thema is gewoon eigenlijk heel simpel. Maar dan zal ik je ook uitleggen vanuit Gods woord, vanuit de praktijk van het woord en de geest. Laat uw licht schijnen, want we zijn geroepen om licht te geven in een wereld die gaande duisterder wordt. We zijn lichtdragers. Weet je dat een belangrijke positie die wij hebben, zoals we hier bij elkaar zijn, rondom Gods woord, rondom de Heilige Geest die ons bemoedigt, die ons aanvuurt en die ons zoveel liefde geeft. En daarom hebben we echt op ons hart gekregen om voor u voor te gaan in de woordverkondiging. En dat gaat over Psalm 121. Een heel belangrijke. Ik moet even mijn bril pakken. Ja, broeders en zusters, ik heb ook nog af en toe toch ook nog even een leesbrilletje nodig. Maar de hulpmiddelen zijn ook niet voor niks gegeven. Maar het is geweldig om Gods woord te mogen lezen en te mogen aanvaarden. Want het is zo krachtig als je daar ook helemaal ook naar uitstrekt. En dat gaat over wie God bewaart, is wel bewaard. Dat is toch geweldig? En ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder, die zal niet sluimeren. En zie de bewaarder van Israël, sluimert nog slaapt. En de Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken. Nog de maan des nachts. En de Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren en de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid, tot altijd. Dat is toch geweldig, broeders en zusters, om dat ook te mogen lezen en vanuit onderwezen te worden vanuit Gods woord. Want dat is zo krachtig en Gods woord zal nooit ledig wederkeren. Maar dat geeft ook de blijdschap die we zo nodig hebben en de volharding. Ik moest er nog aan denken toen ik verleden week met de hemelsdag en nog een avond tevoren ook een Eurosper het was. Nou, het was fantastisch. Ik heb ervan genoten met volle teugen. Zelfs dat ik deze keer een paar nachtjes aan het telletje besproken heb, dat ik in ieder geval iedere keer uitgerust en wel bij de samenkomst kon zijn. Nou, het was echt genieten van de aanwezigheid van God, van de lofprijzing, van de verkondiging, van de woordverkondiging, van de getuigenissen van broeder Nathan Morris, die ook getuigde over heel de wereld waar deze begenadigde broeder mag spreken, van de wonderen en tekenen die ook op zijn prediking volgen. Maar dat is geweldig, maar God die geeft ook aan ieder van ons, weet u dat? U bent niks minder dan een ander. Want je bent kostbaar, je bent Gods kind. En wat zegt God in zijn woord? Dan mogen we erop rekenen dat we daardoor ook gevuld worden. En ook bemoedigd worden. En ik moest ook zo denken toen ik ook die paar nachtjes in een hotel was. Normaal kom ik van het eiland, ik kom er wel vanaf. Maar met de nachten ben ik altijd thuis. Dus eigenlijk ben je een beetje opgevoed. Van thuis moet je komen om te slapen. Maar ik dacht, nu ga ik eens een keertje echt een paar nachten in Amsterdam in een hotel. Ik moest nog een beetje wennen. Vroeger was ik gewend toch in mijn jongere jaren met een sleutel alles te kunnen regelen. En nu werd ik geconfronteerd met passies. Dus ik kwam in die autogarage. Het hek ging keurig open, maar het hek ging ook keurig dicht achter me in de
onze parkeergarage. En dan sta je daarvoor. Dan moest ik een trapje op naar boven om weer in het hotel te kunnen komen vanuit de parkeergarage. Maar wat denk je van die boer? Ja, die stapt in de lift en die drukt op een knopje en heel dat ding weigert. Ik dacht, nou wordt toch een beetje spannend. Sta ik met de deurtjes dicht, licht aan in de lift. Dat niet, ik had gelukkig wel licht, maar hij weigerde compleet. Hij wist ik veel nog op dat moment. Gelukkig zag ik toen een knopje. En dat is ook belangrijk, ook in de mensen leven, van hoe je open moest gaan. Dus ik kon het bedienen. En heerlijk, de deur ging open, broeders en zusters. En ik kon naar buiten. Ik dacht, nou ga ik er voorlopig niet meer in. Toen ben ik door de auto-uitgang, ben ik via het ijzeren hek, heb ik toch geregeld dat ik naar boven kon wandelen met mijn koffer. Maar ik bedoel maar, dat zijn allemaal omstandigheden wel eens in uw leven. En zoals je ook hier bij elkaar bent, u hebt ieder een levensboek. Het heeft voor ieder apart. En daar maak je wel eens belevenissen mee. Nieuwe ontwikkelingen maak je daarmee. En dan moet jij gewoon instorten. En het heeft niks met leeftijd te maken. Ik mag voor u allemaal winnen wat de leeftijd aan gaat. Maar dan zij u gegund door, wees maar lekker jong. Maar de Heer, wat zo belangrijk is, de bemoediging. Voor degene, de anderen die ook hier ook naar zullen kijken. God vernieuwt onze geest van dag tot dag. Hij verjongt onze geest van dag tot dag. En daarom blijf je zo vurig van geest. En mag je ook jongeren bemoedigen om vol te houden, om te volharden. Maar in ieder geval, ik heb even informatie gewonnen. Wat bleek nou? Wat ik helemaal nog niet wist. Ik moest mijn passie gebruiken in je lief. Maar zo moeten wij Gods woord gebruiken. Daar ga ik kracht vanuit en zo Gods woord gebruiken. Want dat is vast en zeker. En hij zegt ook in zijn woord, het zal nooit ledig wederkeren. Dus de volgende keer heb ik mijn passie gebruikt. Nou, broeders en zusters, grandioos. En toen begon ik er plezier in te krijgen. Ik dacht, hé, weer een kleinigheid overwonnen. Gewoon doen, gaan en overwinnen. Klaar, volhouden. Maar toen kwam ik terug op Eurospirit. Op die... Dat was de tweede avond dat ik ze overnachtte daar. En toen dacht ik, ik ga even nog lekker, nog even wat drinken aan de bar even. Ik zeg, oh broeder koning, u aan de bar. Maar ja, dat maakt niet uit. Je mag toch allemaal een drankje even nemen aan de bar. Dus ik dacht, want je moet ook gewoon tussen de wereld moet jij er bewegen. Je hoeft niet al tussen gelijkgestemden, dat je altijd over je hoofd geaaid wordt te verkeren. Nee, je moet ook midden in de wereld stappen, midden in de wereldse broeders, zusters om je heen. En wat gebeurde toen er zat? Kwamen heel luidruchtige mensen binnen. De een in het wit en de ander in het blauw en de ander in het rood. En met hoed op, met allemaal van die reflecterende glitterlichtjes. Ik dacht, wat krijgen we nou voor een kermismaloten hier om boven wat te drinken. Maar toen kwam ik erachter, ik was naar Eurospirit, dat was heerlijk om gevuld te worden met Gods geest, met zijn wonderen en tekenen en bemoediging, met de verkondiging, met de lofprijzing, was grandioos. Dan ga je uit je dak, maar wat bleek nou, deze mensen, die gingen uit het dak, die kwamen bij een andere locatie vandaan, die kwamen bij de arena vandaan, en die waren naar de toppers geweest. En nou, en die waren helemaal vol van die toppers. Die liepen nog letterlijk te stralen met lichtjes aan en alles. Ik dacht, hé, ik weet nou het thema voor de woordverkondiging. We moeten stralen, niet als de toppers. We stralen als Gods kinderen. Amen. Dat hebben we nodig. Dus ik raak ook in gesprek ook met mensen vanuit die groep. En dan ga je ook dieper informeren naar hun persoonlijke geloof. En dan wat blijkt dan, dat deed me oprecht zeer. Velen zijn in de kerk opgegroeid. Die hebben de opgroeiende opleiding gehad, gewoon in de kerk, op christelijke scholen. Maar die hebben alles laten vallen. En dat deed me oprecht zeer. En toen kreeg ik eigenlijk bewogenheid met al deze mensen. Een bewogenheid, want het is oppervlakkig om uit je dak te gaan. Bij al die manifestaties, met al die evenementen. Het lijkt allemaal zo geweest en met elkaar lijkt het heel wat. Maar de diepste kracht, he, die ligt in de Heilige Geest, die God aan zijn kinderen geeft. En als je dat ontvangt, dan ga je door je dak heen, maar dat blijft kracht geven. Als een mens in die jongere jaren, als ik ook wel zo ook was en ook daar was, en je had iets te veel gedronken, en ik zat met mensen omheen, met jonge knuiten,
in mijn jonge jaren. Maar ik wil je één ding vertellen. Als het dan wel eens een keer die erg spannend was en je had een hamer in je hoofd, de andere ochtend had je nog pijn. Je had wel s'avonds lol, maar de andere ochtend had je naweeën. Maar wat is het geweldig als je gevuld wordt door de lofprijzing van Gods geest. Amen. En dat geeft zo'n blijdschap en dat geeft zo'n vurigheid. En weet je wat je krijgt, broeders en zusters? Dan word je zo gevuld door die blijdschap en door die vurigheid. Maar heb je de andere ochtend nooit geen kater. En de andere ochtend nooit geen pijn in je hoofd. Nee, dan stroomt het nog uit je. De blijdschap en de volharding die je ook vastgehouden hebt. Dus ik heb ook gedacht ook wat kaartjes. Ik moest ook, ik had eerst nog een kaartje van de Christen Channel natuurlijk. Maar nu had ik ze een avond, daarna had ik ze wel. De vorige keer had ik ze een avond ervoor nog op een bierfiltje geschreven. En nu had ik heel prachtig van Pastor Hans van die prachtige kaartjes gehad. Prachtige kleur. Ik dacht, dat moet ook. Want wij hebben een gigantische, blijde, kleurrijke, verfrissende boodschap om de Heer in te loven en te prijzen. En die kan je nu uitdelen. En die heb ik nou voorhandig. Ik hoef dan niet meer op een kladje te schrijven. Nee, ik kan een prachtige uitnodiging geven hoe ze alles kunnen bereiken, hoe ze alles kunnen vinden. En waar we ook in Gods woord lezen, broeders en zusters, dat is ook zo geweldig. Want we moeten onze ogen ook opheffen naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En als we daar onze ogen op gaan richten, op de Heer, Hij laat nooit geen bidden staan, onthoud het goed hoor. Hij ziet al onze tranen, Hij ziet al onze pijn, ons verdriet, Hij ziet het. Maar weet wel, als je volhardt en je blijft, je vertrouwen, zoals vers 2 ook zo duidelijk zegt, mijn hulp, die is van de Heer. En daar moet je op vertrouwen, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Als we nu kijken om ons heen, wat er allemaal gebeurt in het wereldgebeuren, met de oorlogen, met alles wat mensen elkaar moedwillig vermoorden. De krant zat er met vol, met de nieuws van mensen die gewoon zelf het eind aan de leven maken, terwijl God het verbiedt. Want God is degene die ons de levensadem geeft, maar Hij neemt ook de levensadem op zijn tijd, op zijn wijze. Mogen we zelf geen inbreuk op maken. Maar tegenwoordig gaat de mens zelf rechten spelen, in veel gevallen. En dat is niet goed, want God die verbiedt dat gewoon. Maar als we ons vertrouwen op Hem stellen, wat ik ook vanuit Psalm 121 ook gelezen heb. Want dan zal u niet toelaten dat je voet wankelt. En nu, want onze bewaarder, uw bewaarder, en die zal niet sluimeren, Hij zal je vasthouden. En er lijkt omstandigheden dat je zoveel Goliaths in je leven krijgt. Wat David tegemoet kreeg, die ging Goliath met een slinger en een steen ging hij tegemoet. Weet je waarom? Niet van hemzelf, maar omdat zijn vertrouwen op God gevestigd was. En doordat hij een rotsvast geloof had, God, u bent bemachtigd om mij niet de overwinning te geven. Deze man die uw naam lastert en hij gaf het overwinning, u weet het. Want David ging in vertrouwen. En met die slinger naar hem toe. En Goliath, die reus, die werd zo boos van woede. Dat hij zegt van ben ik een hond. Want die vond het een vernedering. Dat er geen echte geoefende strijder kwam met zwaard en met speer. Nee, er kwam een eenvoudige herder. Eenvoudige boer, zeg maar zeggen. Vanuit vroeger. Een schaapherder. En hij kwam in vertrouwen op zijn God met een slinger en een steen. En je weet het, Goliath die viel. En hij heeft hem onthoofd. Hij heeft overwinning behaald. Niet van hemzelf, maar allemaal vanuit de Heer. Dus ook wat wij ook allemaal meegekregen hebben, daar moeten we ook zo stralen. Want daar ons licht laten schijnen in deze wereld waarin we nu lezen. Want ik wou ook even voor nog lezen uit Gods woord. Dat doe ik ook heel graag. Want Gods woord is vast en zeker. En dat is Matthäus hoofdstuk 24, de twee versen 12 tot 14. Matthäus 24, versen 12 tot 14. En er staat, en omdat de wetsvraging toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar
wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn, broeders en zusters. Dat is toch krachtige taal vanuit Gods woord, hè? Maar staat er ook in, we moeten niet verzagen, niet de moed verliezen. Altijd blijven proclameren. Heer, wat er ook gebeurt en wat de Goliaths in mijn leven zijn, van binnen een huwelijk is, of binnen kinderen, met opvoeding, met je werk, of dan met gezondheid is. We hebben allemaal op zijn tijd met Goliaths te maken, met omstandigheden die niet gemakkelijk zijn, waar de wereld van zou zeggen, van joh, hoe hou je het vol? Hoe kan je doorgaan? En een hoop mensen vandaag de dag die in de problemen komen geestelijk, die er niet meer zien zitten, die onder de omstandigheden doorgaan en die niet ook van God verwachten. En je gaat ook naar de medische wetenschap, dan zul je pillen en poeiers kunnen ontvangen. Die zullen je zogenaamd trillen houden. Maar de blijdschap en het vuur in Jezus Christus is niet te koop in een pilletje of een poeiertje of een apotheek of de supermarkt. Dat geeft God de genade aan zijn kinderen. Dat is de Heilige Geest. Want als u ook de Heer Jezus aangenomen hebt, als uw redder, uw heiland, uw zaligmaker, en u heeft uw oude leven aan hem overgegeven, mag u weten, heb je de Heilige Geest ontvangen. Broeders en zusters, wat is het heerlijk op deze avond te mogen spreken. We zien allemaal met blijdschap uit naar de Pinksterdag. Nog een paar dagen is Pinksteren. Ja, ik zie even uit naar de Pinksteren met blijdschap. Want al mijn kleinkinderen en mijn kinderen komen logeren bij opa. Dus dan ben je vanzelf ook dankbaar als je zo gezamenlijk de Pinksteren mag vieren. Maar de kern van de boodschap is het belangrijkste. Wat zegt de Heer Jezus met de hemelvaart, waar we ook pas herdacht hebben? Ik ga heen naar de Vader en ik zal u de troosten zenden. En u weet, toen de Heilige Geest uitgestort werd over de gelovigen, over de discipelen, over de eerste gemeente, ze waren niet meer te houden, want de wereld onderheen, de ongelovigen, die zeiden, ze hebben te veel in het glaasje gekeken, ze hebben te veel gedronken. Ja, ze waren letterlijk dronken, helemaal Lazarus, maar van de Heilige Geest, die gaf zoveel blijdschap en zoveel kracht. Ja, daar val je op, hè. En maar die liet echt de licht van schijnen, die eerste gemeente. Oh, gigantisch, maar ze waren in de gunst met het volk. Weet je waarom? Daar gebeurden de wonderen en de tekenen, maar die eerste gemeente. Want die werd gevuld door de Pinkstergeest die de Heer Jezus aan ons gegeven heeft. Aan iedere wederom geboren kind van God heeft de Heilige Geest ontvangen. Dus ontvang het ook altijd zo met blijdschap en laat hem in je werken. Dat hij ook zijn werk zal doen, ook in uw leven. En als je dan Goliaths op je pad komen met omstandigheden die niet gemakkelijk zijn, en ik onderschat het heus niet, in het persoonlijke vlak heb ik ook het een en ander meegemaakt, ga ik niet over spreken, ik spreek over Gods woord, maar ik kan u alleen vertellen, God heeft mij de kracht gegeven om hier te staan, wat ik totaal met mijn verstand nooit zou kunnen begrijpen. Ik ben al zoveel keren gespaard gebleven voor een ongeluk of onheil wat mij had kunnen treffen, dat ik naderhand zeg, oh Heer, ik snap er niks van, maar dank u wel dat u me gespaard hebt. Weet je waarom? We dienen een bovennatuurlijke God, broeders en zusters. Dat begrijpen wij met ons verstand niet, maar dat is bovennatuurlijk. En als je zo ons met de naam, mag ik dan Arie de Koning heten? Ben ik gewoon dankbaar voor, maar een naam is een naam. Maar weet u wel dat u allemaal koningskinderen zijn, dat u allemaal erfgenamen zijn van een rijk in de hemelen en dat de eeuwige toekomst bij de Heer ons wacht. Dus al hebben we het hier moeilijk, de kleine poosje dat we hier op aarde mogen rondwandelen, heft altijd uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt en u zal de uitredding ontvangen. Ook degene die uw geliefde verloren hebben, of weg hebben moeten brengen, niet verloren zeg ik niet goed, maar die ook weg hebben moeten brengen naar het graf. Op aarde zullen we die niet meer meemaken, onze geliefden. Maar eens zullen we elkander ontmoeten. Eerst de Heer Jezus, heerlijk, maar ook onze geliefden zullen ontmoeten. Dus wij hebben te volharden, vol te houden, broeders en zusters. En dat is eigenlijk een thema voor tegenwoordig,
nu veel mensen de moed laten zakken, die al gauw zeggen, ja, maar dat kan het niet hoor. En ik ga nu vast voorbereidingen treffen voor mijn ouderdom, want dan moet ik alvast dat weg gedaan hebben, dat moet ik geregeld hebben, want later zal ik dat of dat niet meer kunnen. Broeders en zusters, je hoeft de problemen niet voor te lopen. Als de tijd er is dat de zaken zijn waar je moeilijk in kan functioneren. En dan is het vroeg genoeg om de oplossing met de Heer te bespreken en van hem te verwachten. En hoe komt het dan dat nog vele ouderen, nog een ouderdom, nog vitaal in de Heer mogen zijn om hem te loven en te prijzen en te dienen? Omdat we een bovennatuurlijk God mogen dienen. En daar moeten we op letten. En niet op wat er allemaal voorgehouden worden in bepaalde hokjes nou we geplaatst worden. En weet je wat ook zo belangrijk is? Een hoop mensen zijn bang ja, voor de levensonderhoud, met collega's, met buren of ziekteaangevallen en bang voor van alles wat er mis kan gaan. Maar dan komt het geweldig uit Gods woord weer de bemoediging in. En er staat een korte vers, Filippenzen 4 vers 7, die veel kinderen Gods uit hun hoofd kennen. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, en die zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. En dat zijn vrede, broeders en zusters, die is nergens te koop. Echt niet. Maar die vrede ontvang je. En als die vrede over je komt, is niet te begrijpen. Maar het is zo geweldig waar. Hoe komt het als je geliefde weg hebt moeten brengen? En je krijgt dan een troost rechtstreeks van de Heer. Een troost die in je uitstort. Nooit te begrijpen. Maar de realiteit is dat het waar is. En als je het dan mogen ervaren door genade. De troost die de Heer rechtstreeks aan zijn kinderen geeft in moeilijke, verdrietige omstandigheden. Als je dat ervaren hebt, dan zeg je, Heer, wat ik al meer gezegd heb, begrijpen doe ik het niet. Maar ik ervaar het. Ik geloof uw woord, want Gods woord is vast en zeker. Amen. En als je dat aanvaardt, dan zul je rust en die vrede krijgen. En dan zal je levensschip zal schommelen in omstandigheden met waar je ook mee geconfronteerd wordt. Maar als je ook door Gods genade die Heilige Geest ook zo door je heen voelt stromen. Want wat ik ook al vertelde, die discipelen gingen helemaal uit het dak van de vervulling met de Heilige Geest. Want Romeinen 12 vers 11 zegt ook zo duidelijk, ook een hele korte zin zomaar. Dat zegt ook heel duidelijk, wees vurig van geest. Amen. Dus ik sta niks aan te spreken over dat je lid, het thema, dat je ook je licht laat schijnen, maar dat je vurig van geest dient te zijn. Amen. En als je vurig van geest bent, broeders en zusters, dan ga je schijnen. Dan hoef je geen moeite te doen om op te vallen. U valt op, omdat je een kind van de Heer bent. En de liefde van hem stroomt door je heen. En dan mag je naar buiten uitstralen. En dan hoef je al niet bij mensen zo aan te dringen. Nee, ze zien aan uw levenswandel, aan uw levenshouding, hoe u in moeilijke tijden, in moeilijke omstandigheden, toch overeind blijft en hem blijft vertrouwen. En daar val je op. En dat is het geweldige van Gods kinderen. Als je daar zo in vuur en vlam komt te staan. Want u valt op door die liefde en die blijdschap en die vrede. Allemaal vruchten van de Heilige Geest. En als je die zo ontvangt, dan ga je licht schijnen. En, want we hebben ook, denk er ook eens aan, broeders en zusters. We hebben een overwinning van Jezus Christus. Jezus Christus heeft de Satan op het kruis overwonnen door die opgestaan is. Maar die overwinning die is ook aan zijn kinderen ten deel gevallen. Want Jezus heeft de duivel en zijn ganse demonische rijk overwonnen. En daarom is het ook zo belangrijk. Jacobus 4 vers 7, ook een hele korte tekst. Maar die is zo krachtig en zo rechtstreeks om u te onderwijzen. Jacobus hoofdstuk 4 vers 7. Onderwerp u dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u vliegen. Drie punten. Onderwerp aan God. Vertrouw op God. En weerstand bieden aan de duivel. En gaat hij? Als een
speren vandoor. En ik hou van snelheid. En als je duivel zijn speren vandoor gaat, dat is toch geweldig. Nou, en laat hem het draven met een neutgang. Want hij wil ons kwaad doen. Hij tracht bij vele mensen ingang te vinden. In het begin altijd in je gedachten, in je geest komt het. En dan gaat men daden. En daar is de wereld vol van mensen die beïnvloed worden. We zien het ook letterlijk uit. Mensen die ook beïnvloed zijn door de oorlogshandelingen. En die dan terugkomen. En die in zo'n demonische situatie van moorden en mensen doodmaken verkeerd hebben. U ziet wat er toen staat is. Dat er ook in die synagogen in Brussel, of in het museum in Brussel, het Joodse museum, ineens ook zomaar 3 mensen in koele bloeden doodgeschoten worden. Gewoon onschuldige mensen, dat is zo weerzinwekkend. Daar kan iedereen overkomen. Maar daarom hebben we zo Gods bescherming nodig, want we zijn altijd in gevaar. Maar weet één ding, broeders en zusters, ga niet op de loop voor de duivel, maar bied weerstand en dan zal die andersom, waar je niet te draven, hij zal draven bij je weggaan. Weet je waarom? Niet van onszelf, maar door het bloed van Jezus Christus, wat hij aan het kruis op Golgotha ook vergoten heeft en er opgestaan. En door zijn opstanding heeft hij de duivel en zijn ganse demonische rijk overwonnen. Maar hij heeft op het ogenblik nog zoveel, hij krijgt nog kracht, hij krijgt nog macht om nog kwaad te doen in deze wereld. Maar als we binnenkort het eerste heilsfeit, dus dat kun je ook allemaal lezen in 1 Thessalonicense brief, staat het zo belangrijk, broeders en zusters, van de opname van de gemeente. En eens zal Jezus wederkomen op de wolken des hemels. En als je de wolken des hemels wederkomt, broeders en zusters, wat zal het toch geweldig zijn. Want je geliefden die in de Heer gestorven zijn, die zullen eerst opgaan naar de Heer Jezus toe, in de wolken, en hem ontmoeten. En dan zullen de levenden die op dat moment nog leven, in de Heer verbonden, zijn kinderen, die zullen volgen in een flitsstater. En ik hou van snelheid, hartstikke snel, ja niet met een aanrijding of bijna op een filebotsen, dat vind ik helemaal niet leuk. Dan schrik je ook erg hard, ik ben gewoon mens. Maar ik hou snelheid, als het goed gaat naar de Heer toe, enorm. Want genezing, broeders en zusters, wat je ook schenkt, regelmatig aan Gods kinderen, niet alleen in grote conferenties, maar gewoon bij Gods kinderen, persoonlijk thuis of in de gemeente, geeft ook zoveel genezing. En daar hebben we ook getuigenissen van gehoord. En ik heb het ook een hele keer meegemaakt, ook in mijn persoonlijke familieomstandigheden van mijn gezin, ook van kleinkinderen, dat hij zo krachtig ook een aanraking gaf van genezing. Dus God, die is nog steeds geweldig. Maar want hij heeft ook engelen uitgezonden, weet u wel, de engelen uitgezonden zijn om ons te beschermen, om ons te dienen, dat is toch geweldig. Dus u bent gewoon, u hebt gewoon een persoonlijke lijfwacht van engelen, weet je dat, broeders, zusters? Ja. Nou, dan ben je toch schatrijk, je hoeft er niks voor te betalen ook. Ja, heer, je leven in Gods hand leggen, je eigen overgeven in Jezus. Maar dan mag je ook weten dat hij ook een engelwacht om je heen zet. Dus wat er ook gebeurt met je, vertrouw op hem, op goddelijke bescherming, wat er ook gebeurt. Want er gaat ook zo'n prachtige, als je kijkt ook naar Johannes 14, er staat zulke prachtige gedeelte in. Die ik ook met u even een paar ook zal voorlezen vanuit Gods woord. Want als je daar ook zo in leest, het begin al in het hoofdstuk Johannes 14 met het 6e vers. Dan zegt Jezus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is toch geweldig? Dus dat is de kern van de bekering. Maar ook dan, als je ook naar die versen 12 tot 14 gaat, ook in hetzelfde hoofdstuk, staat ook zo duidelijk. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader. En wat je ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Dat is toch geweldig? En het is Gods woord, ze niet mijn woord, het is Gods woord. En die zegt dat in Johannes 14, dus daarom is Gods woord zo rijk aan onderwijzing, aan bemoediging van naar ons toe. Dus houd het vast.
ook als je er nog eentje verder in dezelfde hoofdstuk gaat, hoofdstuk 14 van Johannes, er staan ook zo'n prachtige vers in, van de versen 25 tot 31, zal ik ook even voorlezen. De versen 25 tot 31. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen. Al wat ik u gezegd heb. En vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Indien gij mij lief had, zou u verblijd hebben, omdat ik tot de Vader ga. Want de Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschiet, omdat gij geloven moogt. Wanneer het geschiet, en niet veel meer zal ik met u spreken, want de oogst in de wereld komt en heeft aan mij niets. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en zo doe als mij de Vader geboden heeft. Dat is toch fantastisch, zulke bemoedigingen vanuit Gods woord. Dus daarom gaan we ook over een paar dagen Pinksteren herdenken, vieren en tot ons nemen. Er worden vele conferenties gehouden, hier vlakbij in Walibi komen duizenden, tienduizenden mensen bijeen om de Heer te loven, te prijzen en gezamenlijk groot te maken. Maar niet alleen daar, ook in Sunderburen en andere plaatsen in Nederland heb je conferenties waar de mensen samenkomen die op hun hart hebben om de Heer erin groot te maken, gezamenlijk hem te loven en te prijzen met de lofprijzing. En weet u waar God op troont, hè? Op de lofprijzing, op onze lofzangen, daar troont God op. Dus broeders en zusters, hou jij er nooit in, maar ga uit je dak om voor de Heer te loven en te prijzen. En als je dat zo gaat doen, dan gaan er wonderen en tekenen gebeuren. Hij heeft het beloofd vanuit zijn woord. Want het is een wonder dat we mogen leven met de eeuwige heerlijkheid in het vooruitzicht. Want we hebben een doel, hebben we voor ogen. En we weten dat het beste nog moet komen. Maar wat zegt God in zijn woord? Als we bij hem zijn, zullen er geen tranen meer zijn. Zullen er geen pijn meer zijn. Zullen er geen ziekte meer zijn. Dan zal Erna ook geen pijn ondervinden meer van operaties. Dat is allemaal voorbij. Ieder die met een lichamelijke probleem ook geconfronteerd is. Is allemaal voorbij. Want bij Heer is het volmaakt. We zullen een nieuw lichaam krijgen, broeders en zusters. Helemaal nieuw. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Omdat het niet rein is. En bij God kan alleen maar iets van rein is om hem bestaan te verkrijgen. Een compleet nieuw lichaam. Amen. Begrijp je? Doe ik het niet. Als ik ook bij het graf van mijn vrouw sta, denk ik, ja, ze is bij de Heer. Maar de lichaam is weg. Dat is ze niet meer. Maar ze is wel bij de Heer. En we zullen geweldig zijn als de Heer Jezus zal ontmoeten. Om hem dan te loven en te prijzen en te dienen. Als we naar die toekomst kijken, moeten we hier kijken naar als ik nou maar een keertje de Lotto win. Maar dan zeg ik het fantastisch in me, want dan ben ik rijk. Maar als je niet uitkijkt, dan ga je hartstikke een keer van spanning. Dan beleef je toch ineens om hem af te halen. Want dan ben je al van deze aarde. Dus stel je vertrouwen niet op al die aardse schatten van mot en roes om toma maken, broeders en zussen. Maar stel je vertrouwen op hem. Amen. En als je het dan moeilijk hebt op dit moment, weet één ding. Gods bemachten, al heb je het nog zo pijnlijk en nog zo moeilijk. Als de Heilige Geest zo door je heen stroomt, die liefde en die vrede. Dan krijg je zo'n blijdschap, dan krijg je dankbaarheid. En weet je wat je ook hebt? Als je dankbaarheid hebt, dan krijg je juist hier vanzelf de vrede in je hart. Want dankbaarheid geeft vrede en geeft blijdschap. En dan ga je stralen en dan gaan mensen je aankijken. Hé, wat heb jij? Ja, die stralende ogen, ja, die heb ik niet. Nee, dat ligt niet. Dat kan de Heer alleen geven. Want dat is echt intens, een echte straling. En de stem van de Vader, die zorgt ervoor dat we voort blijven gaan. En door zijn tegenwoordigheid groeit het verlangen naar de komst van zijn koninkrijk.
Want Psalm 21, vers 7 zegt zo duidelijk: want gij maakt hem rijk gezegend voor immer. Gij overstelt hem met blijdschap voor uw aangezicht. Dat is ook weer een tekst uit de Psalm 21. Dat is toch bijzonder. En we hebben net Psalm 121. En als we daar ook zo even op terugkijken nog. Psalm 21 is ook zo rijk, broeders en zusters. Want die beloften die er allemaal in staan, die ontvangen we. Want hij zal ook uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan, tot over een paar jaar? Nee, tot in eeuwigheid. En wat is eeuwigheid? Altijd durend. Dat is geen tijd, dat is geen limiet dan. Dat is altijd durend. Kunnen we niet begrijpen. Wij in ons aardse leven, als we 60, 70, 80, 90, 100 zijn er enkele die de 100 maar gaan bereiken. Dan zeggen we, nou, dat is een hele leeftijd. Maar het is eigenlijk maar een fractie. Want als je terugkijkt, dan denk je, oh, het is toch maar een zucht geweest. Al ben je er in de 70 en je kijkt terug. Oh, het is maar een zucht geweest. Maar ben je nog dankbaar voor het heden. Als je nog hem mag groot maken, hem mag dienen om hem erin te eren. En samen met je gezin, met kinderen. Maar bid ik voor de ongeredde huisgenoten binnen je gezinnen of wat dan ook. Bid er altijd voor en vertrouw op een wonder dat God die hart ook aangeraken. Want we moeten volharden, een volhardend gebed. Want in Timotheus 6 staat ook zo duidelijk, dat gaat ook over strijd en dat gaat over aanvallen. En dat is ook zo belangrijk ook in de Timotheusbrief, als je het ook leest van die strijd die er ook geleverd wordt. Want het is altijd niet vanzelf. Maar als je dat leest, 1 Timotheus hoofdstuk 6, de versen 12 tot 16. Staat zo duidelijk. Het gaat niet over kabbelen en twinkie in de rug. Nee, strijd de goede strijd des geloofs. Grijp het eeuwige leven. Waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel voor God die alle leven wekt. En voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijne tijd de zalige en enige Heerser zal doen, aanschouwen de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, en die geen de mensen te zien heeft of zien kan, hem zij de eer en eeuwige kracht. Amen. Dat is toch geweldige bemoediging, maar het gaat over strijd. Broeders, zussen, strijd is altijd niet fijn. Want dat heb je met leven, met je lichaam te maken, met je geest te maken. Mooie weerstand bieden, mooie strijd leveren. Dat is echt niet van stil maar wacht, alles wordt nieuw en je leunt achterover in je schommelstoel. Nou, echt niet hoor. Het leven is knokken. Het leven is spijgeren. Maar weet één ding. God die zal je de kracht geven om te overwinnen in Jezus Christus. Want dat is ook zo duidelijk ook in Gods woord. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En daar zul je gaan overwinnen. Want wat ik ook eindig met Psalm 21, dat God ons overstelt met die blijdschap en met die zegen. Houd het vast, broeders, dus laat de moed niet zakken, maar pijgen. Want om de prijs te behalen, weet je wel, ook in de wedstrijden van de Olympische Spelen, wat we natuurlijk van de winter ook gezien hebben, daar was er altijd maar enkel die een overwinning konden behalen. Maar niet op de dode akker die, maar er werd getraind, er werd gepijgerd. En gestreefd om te winnen. En dan zegt Paulus ook in het woord. Er is er maar één die ook kan winnen in de wedloop hierin. Maar weet wel, wij mogen allen overwinnaars zijn in Jezus Christus. En houd het vast. En daar wou ik eigenlijk mee gaan eindigen. Dat we overwinnaars zijn in Jezus Christus. En dat we ook zo daardoor, door die overwinning, ook ons licht laten schijnen in onze omgeving. Waar we ook mogen wonen, waar we ook toegesteld zijn. En verwacht altijd een wonder.
En daarom, als er ook mensen zijn hier die ook genezing voor nodig hebben. De Heer is bij machten om genezing allemaal u te schenken. Want Hij wil ons helpen. Hij wil ons ondersteunen. Dus verwacht het van Hem. Dus vraag altijd om een wonder. Heer, ik heb een probleem, maar ik vraag u in te grijpen. Dat we ook veelal gehoord hebben hier van die ook genezen zijn door een wonder van Gods ingrijpen. En daarom vind ik ook zo mooi, opwekking 463, daal nu met uw geest neer. Dat is zo mooi, en dat zou ik best ook nu bij een afsluiting ook willen laten spelen en zingen. 463 opwekking, dat is zo prachtig. En dan wou ik ook verzoeken tijdens dat lied, als er mensen gebed nodig hebben voor genezing of voor bemoediging of wat dan ook, kom naar voren. En we brengen bij Hem, want Hij is bemachtigd om alles te schenken wat je nodig hebt. En met Jezus Christus bent u meer dan overwinnaar. Amen. Amen.